Zo'n 90 kalfjes uit Limburg en Zuidoost-Brabant kwamen zondag naar Meijel voor de jaarlijkse Jongveedag. De bedoeling hiervan is dat de jonge mensen, geïnteresseerde mensen, kinderen, vaak kinderen van melkveehouders, een wedstrijd aangaan met collega kinderen, melkveehouders, om wie het mooiste kalf van de dag heeft. 76 kinderen met een kalfje werden beoordeeld door een jury. Een van de deelnemers is de 11-jarige Nienke Engelen uit Meijel. Met kalf Holdy doet ze mee aan de wedstrijd. Ja, pak me. Hier staat de emmer. Wil jij ook wat bewaken? Ja, die moet even plassen of poepen. Pak even emmer, Fief. Nee, we moeten even foto maken. Hou ze even vast. En, ja, even wachten. Beetje lachen, hè? De 15e editie van de Jongveedag bestaat uit twee delen. Het ochtendgedeelte bestaat uit het exterieur, het uiterlijk van de kalf beoordelen. En het namiddaggedeelte wordt het, dus de voorbrengwedstrijd, wordt er niet alleen gekeken naar het uiterlijk van de kalf, maar ook naar het samenspel tussen mens en dier. Ja, veel oefenen. Veel oefenen met het lopen van het kalf. En dan is het de beurt aan Nienke om Holdy voor te brengen. Goed zo, Merk. Kom maar. Hey, rustig aan, hè. Kom maar, Muk. Rustig aan, niet te snel. Hoofdje er goed op. Kom maar, Muk. Goed. Niks aan het handje. Hé, Muk. Jammer voor Nienke, ze grijpt net naast de prijzen. Maar niet getreurd, haar broertje eindigt wel op de eerste plek. Toch nog feest in Huize Engelen.